Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mike's Reviews. Vandaag is het tijd voor de subtop. Een nieuwkomer en een oude bekende. Het is vandaag tijd voor Dave Chisnell en Damon Heta. Dave Chisnell en Damon Heta dus vandaag. We gaan beginnen met Heta. De man die indruk maakte, heeft een World Series titel op zijn naam staan. Toch weer bij Heroes ook zo'n heel goedkoop doosje voor Heta. Ik hoop dat het bij Chisnell toch een stuk beter is. Kijken of we ze makkelijk uit de verpakking gaan krijgen. Nou, dat lukt makkelijk. Eigenlijk, als je deze pijl zo hebt, lijkt hij eigenlijk sprekend op de Aspinall pijl als je 1-op-1 kijkt. De Aspinall pijl ook een beetje zo, ook iets meer de voorkant. Alleen Heta pakt hem achterop vast. En Nathan Aspinall voorop. Best wel een mooie pijl om te zien. Je krijgt er wel een korte shaft bij geleverd. En het doosje is vrij standaard. Dan gaan we kijken naar Dave Chisnell dart. Dave Chisnell overgestapt van Target 3 jaar terug naar Harrow's. In het begin heel veel problemen gehad. Moeite met erin komen. Maar uiteindelijk is het gewoon. Speelt momenteel met gele flights. Dat heeft te maken met zijn ogen. Waardoor hij het iets beter kan zien. Omdat het een iets fellere kleur is. Eigenlijk is het een vrij standaard pijl. Maar best wel gladde grip. Je pakt hem niet heel lekker vast. Ik ben benieuwd wat dat zometeen aan het bord doet. Wordt geleverd met standaard nummer 6 flights. Dus geen standaard flights, maar een iets andere flight. Ik ben benieuwd wat het doet aan het bord. De Dave Chisnell's 21 gram darts pijl. Ik ben benieuwd hoe ze naar het bord gaan. Pak ze een beetje voor op de grip. Wat eigenlijk meteen opvalt als je deze pijl gooit, is dat het een hele lekkere pijl is qua gewicht. Het gewicht is echt perfect verdeeld in deze pijl. Dat is eigenlijk voor het eerst dat we dat terugzien in een pijl. Dat het gewicht echt heel lekker aanvoelt. Dat zie je eigenlijk ook wel terug hoe ze in het bord staan. Ze staan echt kaarsrecht in het bord, zoals je ziet. Alleen, het beweegt wel een beetje, maar door het gewicht zo stabiel in die pijl is, kan je er best wel veel mee. Dus kijk, als ik ze iets meer omhoog vastpak, kijken wat er dan gebeurt. Dan komen ze eigenlijk ook wel heel mooi recht in het bord. Alleen dan komt mijn Dutch talent weer naar boven, dat ik niet heb. Eén keer proberen, voordat we gaan overstappen op de hete pijlen. Ik denk dat deze pijl best wel goed is voor de beginnende darter. Prijskwaliteit is ook redelijk in verhouding, maar daar komen we zo nog op de reviews. Dan de Damon Heta 21 gram pijlen. Als ik dat vergelijk met die 21 gram pijlen, voelt deze echt daadwerkelijk zwaarder aan. Dus ik ben benieuwd hoe dat naar het bord gaat komen. Toch een beetje aparte grip, omdat hij heel erg op de voorkant leunt. Je hebt eigenlijk maar echt één vastpunt, één punt waar je hem vast kan pakken op de voorkant. Dat is misschien bij de achterkant wat anders. Ik ga nog één keer bij de voorkant proberen. Je merkt eigenlijk hetzelfde als dat er bij die Aspinall darts gebeurt. Ik ga kijken of ik het nog één keer zo kan krijgen dat ik het goed uit kan leggen. Dit is eigenlijk wat ik bedoel. Ze staan heel mooi naar beneden toe in het bord. Omdat er iets wat meer gewicht aan de voorkant zit. Maar het valt mee waardoor ze niet gaan hangen. Wat we eerder bij de Anderson pijlen heel erg zagen. Gaan we nu de pijl aan de achterkant vastpakken. Iets voor een van mijn specialiteiten. Kijken of dat een beetje gaat met deze pijl. Wat ik al merk als ik hem in mijn hand heb. Is dat de pijl heel erg naar onder toe neigt. Dat zie je ook wel in het bord. Dat hij heel snel naar onder toe neigt in de val. Als je nu in de slow motion kijkt, dan zie je heel mooi hoe hij valt. Hij wil één keer proberen. Als je zo heel mooi kijkt, dan zie je ze heel mooi zo licht naar beneden glijden. Ik denk dat dit best goede pijlen zijn, maar wel iets voor de iets specifiekere darter. Ik zal hier ook iets langer mee willen testen, is momenteel niet mogelijk. Maar ik zal wel kijken of je hier misschien iets kan. En zeker een aanrader om bij Dutch op in de Nederlanders te kijken. Op naar het eindoordeel.
Het eindoordeel. De Heta's vallen goed en soepel in het bord. Heel veel gewicht aan de voorzijde, waardoor je eigenlijk hem alleen voor op de dart kan aanpakken. De Dave Chisnalls, tot nu toe echt ver uit de lekkerste darts die ik ooit in mijn handen heb gehad. Heel soepel, heel subtiel. Gewicht is echt perfect verdeeld. Die 21 grams voelt een beetje aan als 23 grams. Als ik u was, raad ik aan om eens een keer deze te proberen bij Dartshop Midden Nederland. Dat kan. Hier is heel gepersonaliseerd advies. 6 dagen in de week open, maandag tot en met zaterdag. Vond u dit nou een leuke video? Laat even een duimpje achter. Wilt u dat we iets anders gaan testen? Laat het achter in de comments voor in een nieuw seizoen. En dan zeg ik tot de volgende aflevering.